Hoi Robin hier en welkom bij de eerste aflevering van Robbers Mol Talk van seizoen 21 van Wie is de Mol. Dit is een serie welke ik de komende weken wil gaan uploaden met de hints en theorieën. welke ik en een klein beetje met behulp van het internet heb ontdekt. De reden waarom ik dit wil doen is eigenlijk vrij simpel. De, dit is het vierde volgens mij, of zelfs het vijfde seizoen, welke ik uh, volledig gevolg en ook daadwerkelijk meedoe. En ik heb de afgelopen keren de niet fijn afgezeten, waarbij ik de laatste keer zelfs goed zat. En daarom uh, ga ik ook dit seizoen uh, weer met jullie de gok wagen. Verder uh, heb ik nog niet echt een idee hoe dit zal gaan lopen uh, de komende weken. Want in dit seizoen heb ik mij helaas niet heel erg goed verdiept in de kandidaten, de locatie en dat soort dingen. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in en ik hoop natuurlijk uh, jullie ook. Nou, dan is het uh, tijd voor uh, aflevering 1 van Wiestemol, seizoen 21. Het was een uh, tof begin met wat ik denk in een kasteel of in een verlaten huis. Waar eigenlijk alleen maar uh, lege kamers in waren. Uh, waar een tafel in stond. Met erop de kaarten van de medekandidaten. En een envelop. Uh, waarin stond dat ze 250 euro uh, moesten zoeken. En nadat ze het geld hadden gevonden. moesten ze gelijk aangeven of ze voor de joker gaan. of voor het geld van de groepspot. De titel van de aflevering is dan ook gelijk. En ondanks dat dit breed geïnterpreteerd kan worden, wil ik dit toch even kort aanhalen met een aantal fragmenten uit deze aflevering. Te beginnen met Erik. Tijdens het bepalen van de penningmeester, waar Splinter met zijn schattige geldkistje en Lakshmi de penningmeester wilde zijn, was dit eigenlijk gelijk Erik geworden zonder enige stemming. iedereen het eens, iedereen? Plakkeloos, zonder stemming werd ik benoemd. En ik heb ook verder. Omheen nog even gekeken naar Splinter en naar uh, uh, Lakshmi en we vonden het wel best eigenlijk. Daarna Remco tijdens de laseropdracht. Hij gaf aan dat hij door Rocky in zijn rug was geschoten. De vraag is dan ook: had hij hier gelijk? Want zoals bekend viel hij aan het einde van deze aflevering af. En daarbij uh, is later hebben we, meerdere mensen hebben er teruggekeken en werd hij vanaf de zijkant beschoten, vanaf zijn schouder, eigenlijk richting zijn hoofd. Dus dan is het. Uh, Vrijwel onmogelijk dat het Rocky geweest is, maar ze wordt hierdoor er wel meer verdacht. Wat is hier gebeurd jongens? Ja, dat is heel raar, want ik ben uit mijn rug geschoten vanuit niks. De enige die in de buurt stond was Rocky. En dus Remco die had heel erg het idee dat Rocky hem heeft afgeschoten. En natuurlijk kan ik ook zeggen dat de kandidaten allemaal gelijk voor de joker gingen. Het zei niet in instantie, maar wel daarna. Waardoor er geen geld in de pot kwam. Wat de MOL uiteraard zou willen, maar het lijkt mij toch wel wat te ver gezocht in deze situatie. En nu we de afleveringstitel hebben gehad, gaan we door naar opdracht 1, welke Door een Deur is genaamd. De opdracht waar ze 2500 euro konden verdienen voor de groepspot, maar uiteindelijk 0 euro hebben afgesloten, omdat iedereen met een jokerkaart of een echte joker werd beloond. Hier zijn me een aantal dingen opgevallen, namelijk de volgende dingen. Op de Instagram van Thermometer staat de afbeelding uh, links. Met de tekst welke Rick gezegd heeft: Mede dankzij jullie heeft de Mol vandaag 1750 euro uit de pot kunnen houden. Nu zijn de meningen hierover verdeeld. Maar het woord mede is hier van belang, omdat dit impliceert dat onder andere door de kandidaten is gekomen, maar ook door de Mol. De Mol dus zit dus niet bij de drie welke een echte joker hebben gekregen, maar bij de zeven andere kandidaten. Verder zegt Rocky dat op de tafel de foto's en beschrijvingen van de kandidaten lagen. Vergeet ze dat er hier een mol tussen zit? Of is het misschien zelf? Een kamer met een open haard en wat, wat meubels. En ik zie eigenlijk meteen op tafel de foto's van de kandidaten liggen. Met een envelop. En wat ook zou kunnen zijn, is dat Splinter misschien wel de mol is. Omdat wanneer hij de 250 euro wegstopt, het geld misschien wel voor de pot was. Oké. Okay. Misschien voor de post. Het lijkt er hier wel op dat hij andere bedoelingen mee heeft. Maar we gaan de komende aflevering natuurlijk meemaken. En dan uh, is het tijd voor opdracht 2. Welke genaamd is vriend of vijand? Dit is weer een lezeropdracht. Waar ze eigenlijk voor de eerste keer met z'n allen tegelijk op het veld moeten staan. Wat ook erg interessant was om te zien. Tijdens deze opdracht konden 1500 euro verdiend worden. Maar zijn ze uiteindelijk met 450 euro geëindigd? En er waren toch wel een aantal opvallende dingen. Natuurlijk de bedragen die iedereen had. Deze zijn uiteraard verschillend. Wellicht dat er in elk kistje een andere hoeveelheid zat. Maar hier had Marije 100 euro, Charlotte 75 euro, Rocky 125 euro en Splinter had 150 euro bij elkaar gehaald. En vervolgens zegt Charlotte dit. Deze opdracht hebben wij 450 euro verdiend in plaats van 1500 euro. Um, ja, is toch mooi? Dit zou echt een typische mol-reactie kunnen zijn. Maar dan zou ik eerder Marije verdenken. Want zij zit de hele tijd op dezelfde plek. Of Joshua, die zichzelf minder verdacht wilde maken met zijn Unite-creet. Maar aan het einde van de opdracht zelf werd Rocky heel erg verdacht gemaakt door Remco. Wat ik ook al eerder aangaf. Dus zijn er te veel mogelijkheden wat eventueel een mol-actie zou kunnen zijn. En wat ik ook al eerder aangaf: Rocky werd ook deze aflevering heel erg verdacht gemaakt. En dan in 9 van de 10 gevallen is zij dan dus niet de mol. En dan zijn we al aangekomen bij de laatste opdracht, welke Moltenbike is genoemd. Ze hebben nu de tijd om een route van drie kwartier af te leggen in estafette vorm. Maar tijdens deze route komen ze bordjes tegen welke ze moeten onthouden. Want het laatste duo moet de antwoorden op het bord schrijven waar ze per goed antwoord 100 euro kunnen verdienen. Ze hebben hier dan ook 900 euro verdiend. Wat inhoudt dat ze 9 van de 10 vragen goed hadden. En ook hier zijn er weer een aantal opvallende momenten. Natuurlijk het eerste duo, Erik en Joshua. Waar Erik het rustig aan wilde doen, wilde Joshua zo snel mogelijk gaan om de tijd voor andere kandidaten over te houden. Hier kunnen natuurlijk beiden proberen te mollen: Erik om tijd te trekken en Joshua om de bordje over het hoofd te zien. Het zijn in ieder geval twee hele goede opties. En dan hebben we natuurlijk ook Marije, welke de bordjes wilde combineren, wat uiteraard slim is gedaan, want zo bespaar je tijd en is het makkelijker om te onthouden. Maar er was één echt opvallend bordje te zien, uh, zoals je nu ook hier in het scherm kan zien. Uh, hier staat, de mol wilde Lakshmi in eerste instantie wel zijn, maar bij andere kandidaten was de zin meer logisch en de enige zin overeenkwam, was de zin van René en wellicht dat dit een hint richting René uh, zou kunnen zijn. En dan zijn we alweer aangekomen bij de test en executie van deze aflevering. De afleveringen waar Remco via het veld naar huis moet. Uh, helaas had ik wel punt op hem ingezet. Maar gedurende de aflevering kwam ik er wel achter dat ik helaas uh, dat beter niet had kunnen doen. En ja, dat bleek ook wel weer. En dan voor wie ik voor nu verdenk. En het is erg vroeg om dat al te zeggen. Denk ik toch René, Joshua, Florentijn en Lakshmi. René vanwege haar onoplettendheid tijdens de lezeropdracht. Het is misschien niet helemaal eerlijk, omdat ze aangegeven heeft dat ze minder hoort en minder kan zien. En dat maakt het ook wel wat makkelijker, natuurlijk, om te kunnen mollen. Uh, Joshua, omdat hij zich ook in dezelfde opdracht probeert heel goed voor te doen. En Florentijn is voornamelijk door de laatste opdracht, omdat hij het antwoord van René niet had gezien en verkeerd had doorgegeven. Maar ook omdat hij voorstelde om terug te gaan terwijl de tijd bijna op was. En dan eh, hebben we als eh, laatste Lakshmi. zoals bij de echte Mortalk al werd gezegd, lijkt ze op Harley Quinn van de Batman franchise. Maar ook dat ze per ongeluk Erik had afgeschoten bij de laseropdracht. Want ze zei uiteindelijk in het tussentje, zei ze sorry. Wat ook heel goed zou kunnen zijn. Dus ik houd even een beetje in het midden of dat ook echt daadwerkelijk een goede hint is. Is dat zij sorry zei. Nadat ze eerlijk had afgeschoten. Maar het zou ook heel goed ertussen gemonteerd kunnen zijn. En dan is het al heel anders, natuurlijk. En dat is waar ik het voor nu bij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de eerste aflevering van dit seizoen. Als je het hebt gedaan, laat dan een like achter en vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet niet het belletje aan te zetten. zodat je een bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu. Uh... Later.